Hey, welkom bij je zesde tipvideo. En dit is de laatste van het pre-season. Waarvoor het topwaterseizoen daadwerkelijk ook echt gaat beginnen. Een tipvideo. Is het een tipvideo? Reken maar voor yes. Want ik ga echt alles vertellen over bepaalde basistechniek en hoe je deze moet uitvoeren. Ik ga vertellen over formaten van kikkers, kleurkeuze. Ik ga het hebben over materiaal natuurlijk. Laten we zeggen, de whole shebang. Het kan een wat langere video zijn dan gebruikelijk, maar goed, dan heb ik in ieder geval al die tips in ieder geval in één keer gegeven. Daarvoor moet ik wel even naar de waterkant. Het is schitterend weer buiten, lekker zonnig, maar er staat wel aardig wat wind, dus het kan zijn dat de audio hier en daar wat hobby wabby is. Want ja, wind, ik hou het niet tegen, het is niet anders. Dus, en ja, ik weet het, is gesloten seizoen, maar maak je geen zorgen, daar heb ik ook al wat op uitgevonden. Laten we naar de waterkant gaan. Daar kan ik het een en ander laten zien, dus ik zie jullie daar. Ik zal eerst vertellen welk materiaal ik gebruik om te kikkeren, alvorens ik wat ga vertellen over een aantal basistechnieken. Goed, het materiaalkeuze. Minstens zo belangrijk als het aasje zelf. Materiaalkeuze, ja natuurlijk. Wat gebruik ik? Natuurlijk alles wat ik zeg is mijn persoonlijke voorkeur en dit zijn geen feiten, dus onthoud het alvast eventjes. Wat ik zelf gebruik is een zo kort mogelijke hengel, omdat ik mijn aanslagdiameter ontzettend kort wil hebben. Ik wil snel en supersnel kunnen aanslaan, snel kunnen anticiperen op de aanbijt. Dan is een korte hengel ideaal. Nou, de hengel die ik hier bijvoorbeeld in mijn handen heb is 1,95 meter. Dat is de perfecte lengte. Ga niet verder tot 2,10 meter. Dat wordt echt wel een beetje te lang. 2,20 is echt veel te lang. Maar het voordeel is natuurlijk wel is dat je veel gemakkelijker overal bij kan. Dus ja, het is helemaal aan jezelf. Zoek ook een hengel met een wat stijvere top. Niet te stijf. Zorg er wel voor dat er wel enigszins wat flexibiliteit in zit. En de grammage. Nou, de grammage die ik gebruik is 15 tot 45 grams. De hoofdlijn. Oh, daar moet je absoluut niet op gaan bezuinigen. Ik maak zelf gebruik van Berkeley. Berkeley is voor mij eigenlijk altijd perfect. En zoek echt in het hogere segment. 18 tot 20 honderdste is perfect. Hou er wel rekening mee. Je zou namelijk nu wel gaan denken van, jezus, waar gaat het niet? Het is misschien wat excessief. Ik begrijp het. Maar begrijp ook dat Snoek ontzettend veel tossie gaat maken met de kikker in zijn bek. Dus het is een gewelddadige manier van vissen. Zorg ervoor dat je hoofdlijn daarop op inspeelt. Dus 18 tot 20 honderdste is helemaal niet gek om op je baitcaster te zetten. De baitcaster zelf, daar hoef je eigenlijk niet al te veel eisen aan te stellen. Zorg er gewoon voor dat het een beetje een knap dingetje is. Maar een instapmodelletje is ook prima. Wel belangrijk, die slinger, hou die kort. Dat werkt echt heel prettig als je een korte slinger hebt met bepaalde finesse technieken. Dat is eigenlijk voor het materiaal. De onderlijn, daar zijn heel veel vragen over. Welke onderlijn is nou eigenlijk perfect? Alles behalve staal. Staal zinkt, is zwaar. En wanneer je een aantal aanbijten daarop krijgt, krijg je van die knikjes erin. En die zijn plastisch. Die kun je er niet meer uit krijgen. Zorg er dan voor dat je of titanium gebruikt of een hele dikke fluorocarbon. Ja, ik gebruik zelf 80 honderdste. Dat is perfect. Dus zorg ervoor dat een onderlijn geen knikjes kan krijgen. Dat was het eigenlijk voor het materiaal. Het is echt vrij eenvoudig eigenlijk. Zorg gewoon voor stevig materiaal. Probeer een werpmolen te mijden. Spinhengels gaan ook niet echt werken. Dus hou het gewoon op een baitcasterstokkie. Dat werkt altijd prima. En hou die hengel gewoon kort. Nu volgen er wat simpele basistechnieken die essentieel kunnen zijn bij het vissen met hollow body frogs. Goed, laten we beginnen met de allereerste techniek. Voordat ik dit allemaal laat zien, het is natuurlijk gesloten tijd. Ik hou daar rekening mee. Het is natuurlijk niet zo heel netjes, maar goed, dit is de enige manier dat ik bepaalde technieken kan laten zien. Dus vandaar. Ik heb deze Bronzai 65 voorzien van twee sleeves op de haken. No way dat Snoek gaat haken nu op deze kikker. Ja, dus dan weten jullie dat alvast als een soort van disclaimer. Maak je geen zorgen, ik ga niet 100% vissen ofzo. Het is puur alleen om even te laten zien. De allereerste techniek, heel simpel en is super basic. Dat is de schoolslagtechniek. Ik heb geen andere benaming voor. Dat is de basis om een kikker in te halen. En die is echt rete makkelijk en het is ook noodzakelijk. Want een kikker is een stationair aasje. Het doet niks. Als je hem ingooit en gewoon indraait, ja, dat is alles. Er zit geen zwemlip op of iets dergelijks. Het enige wat je moet doen is deze voorzien van een actie. De schoolslagtechniek is de basis van elke techniek die toepasbaar is op deze kikkers. Dus erg belangrijk. En heel makkelijk uit te voeren. Let op.
wat je doet, je gooit gewoon de kikker in, waar je hem ook maar wil hebben. En je sleept als het ware met je hengeltop min of meer de kikker naar binnen. Zo nu dan een pauze houden, belangrijk. Gun de snoek tijd om zijn prooi te bestuderen. En bij de eerstvolgende beweging zal de snoek dan ook daadwerkelijk bijten. Het is een vrij langzame manier van vissen, maar echt wel heel erg belangrijk. De schalslagtechniek is de belangrijkste techniek die je moet toepassen met de frog fishing. En het is echt super simpel. Goed, er is nog eventueel een andere techniek wat je kan toepassen. En die heet walk the dog. Walk the dog, dat klinkt heel erg spectaculair, maar het is niet echt. Het simuleert namelijk een kruipende kikker op het wateroppervlak. Het is een soort jerkbait vissen, maar ja, dan op het wateroppervlak. En het vereist enigszins wat finesse. Dit zou je niet in één keer doorhebben. Als ik een jerkbait vissen, dan zal walk the dog techniek niet heel erg moeilijk voor je zijn. Het is gewoon meer met zijden handschoentjes aan. Het moet wat voorzichtiger allemaal. Hoe werkt walk the dog? Als volgt. Wanneer je de kikker ingooit, dan moet je ervoor zorgen dat de kikker eigenlijk iets schuin komt te staan. Dat is je startpositie. Wanneer die schuin staat, dan is het eerst een aantal tikken zonder dat je indraait. En dan blijf je tikken. Je blijft tikken. Je blijft doortikken. En ondertussen, heel voorzichtig, draai je aan de slinger van je baitcaster. En dan heb je hem. Walk the dog. En walk the dog, ook daarbij, zorg ervoor dat je ze nu dan even een pauze doet. En dan ga je gewoon weer. Walk the dog is toepasbaar bij de meeste kikkers. Echt niet bij allemaal. De ene kikker laat het wat makkelijker toe dan de andere. Ik heb dus nu gekozen voor de Bronzeye 65. En dat heeft de reden. Dit is de meest voorkomende kikker in Nederland. Om te laten zien dat deze het prima toelaat. Dus, walk the dog. Eigenlijk is het helemaal heel erg simpel. Het vereist echter wat oefening. That's it. Je ziet hoe langzaam ik indraai. Dat is belangrijk. Want je gebruikt eigenlijk de baitcaster, dus dit ding, of in volksmond een reeltje, die gebruik je nauwelijks. Dat ding is eigenlijk niet echt belangrijk. Dat ding is belangrijk alleen maar om je lijn strak te houden en natuurlijk om de kikker naar de kant toe te trekken. Dus het meeste werk in walk the dog zit in de top van je hengel. Vandaar dat je dus eigenlijk vist met een stijvere top. Dat maakt het walk the dog effect veel makkelijker dan bijvoorbeeld wanneer je een flexibele top hebt. En walk the dog is nauwelijks tot niet toepasbaar met een werpmolen. Tenzij de kikker daar wel voor gemaakt is. Stel je voor dat het echt een walking frog is, zou het eventueel kunnen met een werpmolen. Maar jongens, gebruik gewoon een baitcaster. Dat is zoveel, vele malen makkelijker dan een werpmolen. Maar ja, goed, nogmaals, een werpmolen is niet onmogelijk. Maar het is niet de juiste tool voor walk the dog. Onthoud het goed. Walk the dog moet met echt uiterste voorzichtigheid. Ga het niet forceren, ga niet extra snel inhalen, neem rustig de tijd. Een kikker op het wateroppervlak is ook niet zo snel. Zorg er wel een beetje voor dat je er natuurlijk wel een silhouet blijft houden. En zorg ervoor enigszins dat je wat pauzes, suspendeert. Wanneer je suspendeert, dat is echt het moment dat snoeken pakt. En dat gaat soms echt met heel veel geweld. Dus ja, walk the dog is echt absoluut mijn belangrijkste techniek die ik vrijwel altijd toepas. En je kan natuurlijk nog veel meer doen. Je kan hem bijvoorbeeld ook inhoppen. Daarover later meer. Sommige kikkers vereisen eigenlijk alleen maar de schalslagtechniek. Of een eventueel een aangepaste versie ervan. Kicking frogs zijn daar een voorbeeld van. Kicking frogs hebben die pootjes die natuurlijk een zwembeweging moeten genereren. Nou ja, je kan natuurlijk heel lang debatteren hoe lang die pootjes overleven. Want we hebben te maken met snoek. Maar goed, ze zitten de standaard op en uiteindelijk, wanneer de pootjes dan echt maar goed zijn, kun je natuurlijk gewoon een skirt inbouwen. Geen enkel probleem, ik heb het al laten zien dat het helemaal niet zo heel moeilijk is. Maar goed, een kicking frog, ja, daar kun je geen walk the dog mee doen. Daar kun je eigenlijk alleen maar schalslagtechniek mee doen. En ook daar is een dingetje mee, want ja, je schalslag moet je wat korter maken en iets stevigere tikjes. Op zich ook niet echt een ramp, ook niet echt heel erg moeilijk. Ik laat het zien. Eigenlijk heel simpel.
potverdikke, maar wat is het simpel. Hop. Gewoon intikken. Met hele korte stootjes. Wanneer je korte stootjes gebruikt, zet hij de pootjes uit. Het is wel heel langzaam. Je kan met de kicking fork heel erg slecht variëren met snelheid. Kicking forks, echt, nou, ik zeg niet noodzakelijk voor in je takkenbox, maar wel een kikkertje met heel veel charmes. Echt leuk, kicking forks. Daar kun je leuke dingen mee doen. Wanneer je geen popping fork bij de hand hebt, kun je de kikker met wat meer kracht inhoppen. Zo maakt de kikker iets meer tumult op het wateroppervlak. Dit doe je door je hengeltop zo'n 15 tot 20 centimeter boven het wateroppervlak te houden. Door snel korte tikken te geven, zal de kikker meer tumult maken op het wateroppervlak. Goed teruggekomen van buiten. Het is inmiddels avond aan het worden, sterker nog, het is avond. En het zonnetje gaat al langzamerhand onder, maar de wind buiten, jongens, dat was echt niet normaal meer. Je hebt het zelf gehoord op de audio, het is gewoon niet te doen. Dus ja, dan maar binnen. Kleurgebruik, daar wil ik het heel graag over gaan hebben, want dat is best wel een tactisch aspect van het hele forkfishing, geloof het of niet. En als ik zeg kleurgebruik, dan gaan er heel veel roofvissers waarschijnlijk of zeggen, yes, daar ben ik een heilig gelover in. Of de andere zegt, kleurgebruik, wat is daar nou belangrijk aan? Nou, ik zelf ben daar inderdaad sceptisch over. Wanneer je een kunstaas onder het wateroppervlak inhaalt en dat voorbij wobbelt, heeft Snoek volledig zicht op dat kunstaas. Hij zal daar een prooi in zien, ongeacht welke kleur dat is. Dus hij pakt hem wel. Echter, op het wateroppervlak, dat is toch iets heel anders. Want dat is buiten de comfortzone van de snoek en buiten het zicht van de snoek. Dan kan kleur wel degelijk een rol spelen. Nou, waarom denk je dat kikkers altijd met het ruggetje in de verpakking naar boven gericht staat? Zo hangt het in de winkel. Dit trekt roofvissers. Dit ziet er gaaf uit. Dit is mooi. Kleurtjes, het ziet eruit als een kikker. Fantastisch zou je zeggen. Ik koop hem, want dat is gaaf. Kijk niet naar het ruggetje, want die is helemaal niet belangrijk. Die is alleen maar leuk voor ons. Het gaat namelijk om de buikjes en eventueel een klein beetje de flanken. Dat is waar het om draait bij Snoek. Dit is wat Snoek ziet. De buikjes. En die komen in heel veel verschillende kleurtjes. En die kleurtjes spelen wel degelijk een rol in bepaalde watertypes. Of uren van de dag. Of ja, momenten. Of het waterkwaliteit. Speelt echt een rol. Ik werk volgens een misschien wat complex ogend systeem. Ik denk namelijk in contrasten. Kikkers komen in uiterst wit en uiterst zwart. Tussen deze twee extreme contrasten zijn er twee kleurgroepen. Van geel tot donkerbruin. Deze kleuren gebruik ik wanneer de horizon oranje of rood kleurt. Dus in de ochtendgloren en de avondschemer. En er is een kleurgroep van heel lichtgroen tot donkergroen. Deze kleurgroep gebruik ik met een heldere hemel in zeer helder water met veel vegetatie. Van groen verzadigt deze weer uiteindelijk naar geel en bruin. En uiteindelijk weer naar donker contrast. Dit werkt in principe hetzelfde met lichte contrasten, als bijvoorbeeld wit naar geel en van geel naar uiteindelijk donkerste contrast wat natuurlijk zwart is. Witte tonen gebruik ik alleen overdag wanneer het weer en het water zeer helder is. Uiteindelijk verzadigt zwart weer naar wit en is de kleurcirkel weer rond. Wellicht helpt de volgende grafiek het systeem wat beter te begrijpen. Deze lijn geeft omstandigheden aan, van wit naar zwart en vice versa. Dit kan bijvoorbeeld het weer zijn, of natuurlijk de kwaliteit van het water. Deze lijn geeft het kleurenschema van het uur van de dag weer. Van wit naar groene tonen en van zwart donkerbruin naar oranje tonen en vanzelfsprekend weer wit. Om het nog meer te versimpelen komt het op het volgende neer. Witte tonen gebruik ik in zeer heldere omstandigheden en alleen overdag. In heldere en plantrijke omstandigheden gebruik ik lichtgroene tonen. Donkergroene kleuren gebruik ik in plantrijke maar semi-helder water en bewolkte weer. Zwart, de kleur van de duisternis, gebruik ik in de donkerste omstandigheden om een extra silhouet te creëren. Bruine tonen zet ik in wanneer de zon opkomt of ondergaat in semi-helder of troebel water. Oranje tonen zet ik in wanneer de zon opkomt of ondergaat in heldere omstandigheden. Geel is mijn safe zone. Deze kleur is een middentoon en deze zet ik in bij twijfel. Wanneer het bewolkt, grijs en grauw is, of het regent, zet ik het liefst grijze tonen in. Wanneer je van die floppy flirt aanbeetjes krijgt, betekent vaak dat snoek toch wat twijfelt. Ik gebruik dan graag een fork met een heftig patroon om die snoek even meer op te peppen. Dit was hem voor het kleurenschema. Ik hoop dat dit enig duidelijkheid schept over hoe ik anticipeer op omstandigheden en mijn kleurkeuze. Popping forks, man, ik kom erin om in die popping forks, joh. Je wordt er helemaal
krankjoren van. Maar wat is een popping frog nou eigenlijk? Een popping frog is niks anders dan een lawaaimakertje. Meer is het niet. Een popping frog zet ik altijd in als een search bait. Want wanneer ik twijfel, wanneer ik denk, nou ik weet het niet. Ik wil eerst even kijken of Snoek überhaupt thuis is of interesse heeft om te jagen op het wateroppervlak. Een popping frog is jouw antwoord. En dit werkt voor mij in ieder geval altijd heel erg goed als search bait. Nou, wat doet het? Het heeft een uitgehold snuitje. Het water klapt erop. Het geeft een ploppend geluidje en het spuugt een beetje water. Dat is natuurlijk gewoon behoorlijk wat tumult op het wateroppervlak. En dat werkt natuurlijk nieuwsgierigheid op bij een snoek. Mocht snoek in zo'n ding bijten, dan heb je twee keuzes. Of je gaat hiermee verder vissen. Of je gaat natuurlijk gewoon wisselen naar een normale variant. En dat, de laatste, dat doe ik altijd. Ik wissel altijd om naar een normale variant. En het liefst in hetzelfde kleurenpalet. De reden waarom ik dat doe, is omdat een hook-up ratio van popping frogs echt een stuk lager ligt. Echt een stuk lager ligt dan van een normale variant. Hoe dat is, hoe dat zit, weet ik niet. Ik heb geen idee, het zal wel aan mij liggen. Maar ja, daarom wissel ik altijd eventjes over naar een normale variant. Maar goed, dat tezijde. Een popping frog is niet gemaakt voor finesse. In sommige modellen laten het toe, zeker. Maar het is eigenlijk gemaakt om lawaai te maken. Dat is wat de popping frog doet. Wanneer je naar de waterkant gaat en je gaat kikkeren, wees verstandig als je twijfelt. Een popping frog is echt wel een ideale tool om die snoek te gaan zoeken. Dat hook-up verhaal, dat is nog eventjes één uitzondering. De leapfrog, ja, dat is toch een popping frog met een hele hoge hook-up ratio. En hetzelfde geldt voor deze lunkerend. Deze twee modelletjes, die zijn echt wel heel goed qua hook-up ratio. Maar voor de rest zijn ze echt om te janken. Dat geef ik alvast. Maar goed, popping frogs. Ja, neem ze in je tacklebox. Neem er gewoon een stuk of twee mee. Dit kan echt wel het verschil maken. Sterkkeuzes. Man, je wil niet weten hoe vaak ik die vraag krijg via Instagram en Facebook. Die instant messengers die erbij zitten. Die vraag krijg ik echt bizar veel. En waar kan ik nou het beste kikkeren? Ja, dat hangt natuurlijk helemaal van de omgeving af. Ik heb natuurlijk mijn omgeving goed afgescand. En dat heb ik gedaan door middel van fietsen. Fietsen is echt ideaal. Je komt namelijk op plaatsen waar je met de auto bijvoorbeeld niet kan komen. En wat ik ook ontdekt heb, think outside the box and pee into the wind. Dat wil ik dus mee zeggen is, zoek de plaatsen op waar je het minst van verwacht, maar waar je wel alles mee hebt. Zoals bijvoorbeeld obstakels, riet, vegetatie, leliebedden en dat soort dingen allemaal. Ondiep water. Maar toch wateren waarvan je denkt van, nou nah, jongens, dat kan niet. Het is afgesloten, er zit helemaal geen vis, bla bla. Dat zijn juist de plaatsen waar je moet gaan zoeken. Geloof het of niet, dat kan echt wel het verschil gaan maken. Zo heb ik plaatsen ontdekt waarvan ik zeg van, nah, hier zit niks. Maar ik heb me daar helemaal een snot voor het ogen gevangen. En dat zijn de ideale plaatsen. Natuurlijk bestaan er prospectieve plaatsen waarvan je zegt van, oké, dit moet gewoon ideaal zijn om met de kikker aan de slag te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook plaatsen die je gewoon volledig moet mijden. Polders zijn misschien wel de beste keuze om te gaan kikkeren. Kikkers komen er veelvuldig voor en snoek zal je zeker op de oppervlakte gaan jagen. Polderwateren met versmallingen en goede hinderlaagplekken zijn mooie prospectieve plaatsen. Ook langs rietkragen zul je kansen aanzienlijk zijn. Polderwateren hebben genoeg riet om langs heen te werpen. Splitsingen in het water werken hier vaak als een soort snelweg voor witvis. En waar witvis aanwezig is, ligt hun gevaar er vaak niet ver vanaf. Probeer overhellende bomen of struiken te vinden. Daaronder is het watertemperatuur net wat koeler. De ideale plek voor snoek om op de hinderlaag te liggen. Polderwateren zijn vaak smal en ondiep. Als snoek aanwezig is, zal hij een niet vermoedend kikkertje niet gauw voor zijn snuit voorbij laten gaan. Kleine stadsvijvertjes. Deze verschillen niet vaak met een goed polderwatertje en zitten vaak vol met vegetatie als waterpest en leliebedden. Bovendien staan deze vaak in verbinding met groter aangelegen water. Kijk er niet van op, maar hier is wel degelijk vangsten te behalen. Niemand verwacht dat het water in bosrijke omgevingen ook maar enig teken van leven bevat. Niets is minder waar. Dit zijn de plekken waar je echt goed kunt vangen. Dit water heeft letterlijk alles wat je maar wilt wanneer je met kikkers gaat vissen.
Plekken als diepe en drukke kanalen zijn kansloos. Hier sta je echt je tijd te verdoen. Het water is in zomertijd erg druk met vaartuigen en het is vaak veel te diep. Ook stadsgrachten en zijkanalen zijn onmogelijke plekken voor een hollow body frog. Mijd deze plekken en zoek de rust op, dan zit je vaak goed. Goed, dit was hem. De allerlaatste tipvideo van pre-season. Nog een maandje tanden knarsen en dan is het zover. Dan is het heel simpel, dan is de gesloten tijd verleden tijd. En dan mogen we weer. Dus het is nog even een maandje tanden knarsen, maar het komt helemaal goed. Ondertussen ga ik natuurlijk met mijn voorbereidingen aan de gang van het nieuwe frogfishing seizoen. Wat ga ik nog meer doen? Natuurlijk in het open seizoen ga ik wat video's afmaken die niks met kikkers te maken hebben. Maar die ik gewoon af wil maken, vind ik leuk. En ik heb genoeg eigen plannen. Hebben jullie plannen? Ben ik ook erg benieuwd naar. Laat het weten in de video comments. En mocht je een vraag hebben omtrent het hele frogfishing, laat het me weten. Video comments, daar kun je ze in kwijt. Of je mag natuurlijk ten alle tijde via de instant messenger van Facebook of Instagram mij die vraag stellen. En ik zal mijn best doen om deze te kunnen beantwoorden. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik het niet weet. Zal ik het ook gewoon heel eerlijk in zijn. Als ik het niet weet, dat kan. Ik weet ook heus niet alles over dat hele frogfishing verhaal. Laat het me weten. Voor nu, tot kijk. Tot later. Tot in de open seizoen. En vergeet het duimpje niet even omhoog te steken. Later.